De zorg voor sikkelcelpatiënten in Suriname is gering en moet bevorderd worden. Daarom heeft Nicole Anders Oldenstam, internist-hematoloog, in samenwerking met netwerkvereniging Dat Ding van Ons, gewerkt aan een tweede sikkelcelkamer in het Sint-Vincentius ziekenhuis, RKZ. Internist-hematoloog Oldenstam zegt dat de huidige zorgsituatie voor sikkelcelpatiënten zorgen baart. Daarom is het belangrijk dat er steeds meer initiatieven worden genomen door verschillende actoren om de situatie te verbeteren. In samenwerking met Alembo, H.J. de Vries, DWKNV, Rut Jurayu en de technische dienst van het ziekenhuis is er gewerkt aan het verwezenlijken van dit initiatief. Oldenstam stelt dat het de bedoeling is verder te gaan met het verbeteren van de sikkelcelzorg door middel van projectinitiatieven. Dit is een hele mooie stap ten aanzien van de zorg voor sikkelcelpatiënten. Dus we zijn weer een stap verder, maar we zijn er nog niet. Ik merk dat sikkelcelpatiënten heel veel, dat er toch wel behoefte is aan psychosociale zorg. RKZ-directeur Jason van Genderen juicht deze mijlpaal toe. Het is een hoogtepunt voor het ziekenhuis om ondanks de moeilijke situatie waarin ons land verkeert, te werken aan het beter maken van de zorg voor deze patiënten. De directeur is vooral het zorgpersoneel erkentelijk voor haar inzet en vastberadenheid gedurende de afgelopen jaren. De mensen die hier werken, werken hier omdat ze willen werken. Ze zijn hier omdat ze de patiënt willen dienen. En ik ben blij dat wij vandaag als ziekenhuis de sikkelcelpatiënten kunnen dienen. En kijk, ik heb het ook gelezen waar in het verleden deze patiënten zich moesten aanmelden bij instanties en soms uren moesten wachten op behandeling. Omdat er gewoon geen plek was. En door middel van, met hulp van de instanties en de individuen, hebben we nu meer plek gecreëerd. En kunnen deze patiënten, deze mensen, deze warriors, sneller geholpen worden. Want u merkt het. Het is niet makkelijk voor ze. Elke dag is voor hun een nieuwe challenge. U voelt de emotie erachter. Ik werd er ook bijna emotioneel van. En ik ben blij, ik ben nogmaals blij dat er mensen zijn die ons willen helpen, want we kunnen het niet alleen. De volgende stap is het werken aan het initiëren van andere projecten voor deze groep patiënten.